Welkom beste vrienden, ik sta op de Oude Markt in Leuven en zoals iedereen nu al wel weet is hier op 10, 11 en 12 augustus het geweldige Martrock gebeuren. Nu, vandaag heb ik een meeting met twee jongens die hier met een gelegenheidsgroep spelen, namelijk ex-drummer. Ik zou ze kunnen omschrijven als de Bon Jovi's van de Vlaamse rockmuziek. Hier zijn Philippe Caulier en Tim van Amen. Bounce. I like you. Bounce. Goedemiddag heren, welkom in Leuven. Binnenkort is het hier Martrock. Ik denk dat jullie alle twee al geregeld op Martrock hebben gespeeld. Maar wat is de ex-drummer band eigenlijk? Bij mij was het eigenlijk omdat ik met al die softie muziek zo mijn ballen waren aan het krimpen. Tim en Philippe, het is nu wel zo dat onze goede vriend Louis Tobak op vakantie is. Hè? Dat had ik jullie al verteld. En ze hebben ons gevraagd om het bewind van Leuven één dag over te nemen. Dus ik zou willen vragen of jullie daar zin in hebben. Zal wel. Maar ik vind als burgemeesters dat we misschien toch, ja, free shagging. En dat we alle drie toch iets beter voor de dag moeten komen. Succes, hè? Dan doen we dat gewoon. En jullie gaan nu met de Undercover Lovers naar de loft. Mooie dag. Zijn jullie van plan om uw macht te misbruiken eigenlijk? Als burgemeester. Alleen op heel kleine kinderen. Ja. Ik persoonlijk. Ja, Philippe? Als het jongetjes zijn. Als het jongetjes zijn. Oké, okay, dat is goed. Goedemiddag, Leuvenaars. Klinkt schitterend. 1, 2, 3, 4. Tobak. 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 Beste Leuvenaars. Tot u spreekt niet Louis Tobak, maar Andy van den Hoof. Wij zijn de nieuwe burgemeesters, dus houdt allemaal een kak in. Naast mij zit Tim van Amel en aan de andere kant Philippe Caulier. Sidder en beef voor het nieuwe bewind. Beste vrienden, en daarmee bedoel ik Van den Hoof, Van Amel en Caulier. Ik ben heel veeg dat jullie voor mij het bewind even willen overnemen. Want ik lig met mijn lamme kloten op het strand ergens in Griekenland. Maar schik eens. Mocht Tim daar niet te lang laten opzitten, denk ik. Want die wordt echt machtgeil. Fucking nee, echt waar, joh. Ja! Ik denk, als je hier gaat opzitten, hè, dat je automatisch... Zo begint te spreken, zie je? Dat is gewoon, ik praat nu gewoon en ineens begint zo te spreken en terug gewoon. En dan denk je van, ja, de Leuvenaars die moeten proberen om altijd naar dezelfde coiffeur te gaan. Voilà. Beste vrienden, kijk eens aan, Leuven is weer helemaal veilig. De drie burgemeesters hebben hun sjerp met waardigheid opgenomen en ervoor gezorgd dat de Leuvenaar terug opgelucht kan ademhalen. Oh, wacht. Oh jongens, dat is wel niet echt de bedoeling, denk ik. Hey, wat is er aan de hand? Stop. Ja? Ja, jongens, nee, ga maar, ik bel wel. Dat is geen enkel probleem. Kijk, onze twee goede vrienden zullen hier tot Martrock waarschijnlijk brommen in de lik. En dan zal ik ze rustig gaan halen, zodat we zeker zijn dat ze hier zijn en kunnen optreden. Ja,